Sinds zijn debuut als 12-jarig jochie is Thomas Bergen altijd netjes op het rechte pad gebleven. De blonde zanger staat er zelfs onbekend dat hij saai en kleurloos is. Als hij in maart 2010 twee weken niet kan optreden, lijkt er niks aan de hand. Thomas heeft, net als elke zanger, last van zijn stembanden. Wat heb je gedaan in die week? Eigenlijk niks, want ik mocht niks. Ik heb de hele dag bij mijn vriendin in bed gelegen. Eigenlijk wel het meest. En een beetje achter de PlayStation gespeeld. En het is heel irritant als je telkens alles op moet schrijven. Dus ik heb heel weinig gedaan. Niks aan de hand dus. Maar schijn bedriegt. Een paar maanden later blijkt dat Thomas om een heel andere reden niet kon optreden. Thomas Bergen, toch een beetje de ideale schoonzoon, heeft in maart twee weken lang in een afkeerkliniek gezeten. De afkeerkliniek van Keith Bakker in Amsterdam. En hij werd daar behandeld voor zijn drank- en zijn drugsprobleem. Maandenlang zweeg hij over zijn verslaving. Maar om anderen te waarschuwen voor de gevaren van drank en drugs, wil Thomas er nu wel openhartig over praten. Dat was fucking eng. Ja, dat was wel eng. Je zit natuurlijk met heel veel twijfel en een beetje angst ook wel, denk ik. Bepaalde onzekerheid. En daar ben ik overheen geklommen. De Haaksberger is ongelooflijk dankbaar dat zijn fans altijd achter hem zijn blijven staan. Door dik en dun. Het was net of er hing zoveel liefde in die zaal. En het was net of het publiek echt dit deed, weet je wel. En toen ik backstage zat, toen wilde ik eigenlijk terug naar het publiek. Dat het zo goed oppakte. En dat was een van de mooiste momenten waarvan ik dacht van nu ga ik gewoon echt knokken. En daar echt alles aan doen om voor die mensen te vechten. Ja. Voor Thomas liggen zijn verslaving en behandeling inmiddels mijlenver achter hem. Hij kan zich weer helemaal richten op de toekomst. Ik heb geprobeerd, ik heb gefaald. Ik heb overwonnen, successen behaald.